begin eerst met je schouders zo naar achter te draaien. Draai met je ellebogen. En wij zijn paraat. We voelen ons goed. Het is weer super mooi weer buiten. Ideaal om te trainen. Ideaal om ons lichaam al los te maken. Calorieën te verbranden. En gewoon ons energie houden en in beweging blijven. Dat is heel belangrijk. Draai nu een beetje van rechts naar links met je bovenlichaam. Zo. Twist met je hiel mee. Goed. Nu neem je heupen vast. Duw opzij. En dan terug naar voren. Andere kant. En naar achter. En nu cirkelbogig. Cirkel, zoals een hula hoop. Dat maakt de heupen los, de beentjes los en het voelt lekker, right? Oké. Cirkelbewegingen met onze knieën naar buiten. Dus breng je knie naar de borst en dan terug naar beneden. Like this. Zijn jullie lekker mee? De kindjes zijn ook mee aan het doen, hoop ik. Is de Decathlon team aanwezig? Is de Basic Fit team aanwezig? Zeg het eens in de comments van waar dat jullie komen, hoe dat jullie op deze live terechtgekomen zijn. Dat ik weet van waar jullie komen. En het wordt leuk. Oké, een paar squats. Dus we gaan naar beneden en duwen. We gaan zitten en duwen in de hielen. Goed. Span de buikspieren, hou je rug mooi recht. En zo met je armen naar voren en de armen naar achter. Blijven gaan. Ga tot 90 graden met je knieën en dan recht duwen. We hebben nog een minuutje tijd om op te warmen. Hè? Dus vertel het eens. Hoe was de weekend? Was het saai? Was het leuk? Hebben jullie iets bijgeleerd van het weekend? Hebben de kindjes hun kamer opgeruimd? Ik hoop van wel. En van mijn papa. Alright. En nu nog een paar draaiende bewegingen met onze schouders zo naar achter. Maak het groot. Voilà, veeg. Alles weg. Alles wegvegen. En tillen we naar voren. Zeer goed. Alright. Goed, ik voel mijn armen nu helemaal los. Draai met je ellebogen. Zo. Dus hou je bovenarm stil. En draai enkel met je onderarmen. En nu met de polsen. Polsen losmaken. Zo. Handen bij één. En alles los. Het wordt een full body workout vandaag. Dus we gaan aan al de spieren van ons lichaam werken. En hopelijk gaan jullie het leuk vinden. Alright, wij zijn klaar. Klaar om te beginnen. Ik zal het eerst een beetje uitleggen. Dus, we gaan 5 oefeningen doen. Daarvan gaan we 2 rondes doen. Dus 2 rondes van 5 oefeningen. Elke oefening gaat telkens 30 seconden duren. En dan gaan we 30 seconden pauze nemen. Alright, dus we gaan zo beginnen. Met onze eerste oefening, die ga ik jullie laten zien. We gaan onze handen samenbrengen. Benen open, we beginnen opzij. En dan maken we een regenboog naar de overkant. Regenboog naar de overkant. Ja, de optie is gewoon zonder sprong en je stapt opzij. Right? Dus dat is onze eerste oefening. Ik ga de timer opstellen in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. We beginnen hier. Draai en ga naar beneden. Hou je armen volledig uitgestrekt. Je moet je echt voorstellen dat je iets vast hebt. En dat je ze steeds naar je knieën brengt. Dus neem het vast en breng het naar je knie. Heupen naar achter. Handen goed bijeen. En zak door. Hou je schouders recht. En nog. Stop. Even rusten. Volgende oefening. Laat het los, los, los. Volgende oefening gaan we een stap naar voren zetten. Zakken, twist en afwisselen. Stap naar voren, twist en stap naar achter. Stap naar voren, twist, terug, stap
wissen. Stap, twist en wissen. 1, 2, 3 en 4. Beide knieën plooien. Armen steeds uitgestrekt houden. En nog 10 seconden. Lekker blijven gaan. 1, 2, 3 en 4. En kijk mee opzij. Nog 1. En laat het los. Oké, gaat het? Volgende oefening. Eerst kijken en dan doen. Nu zetten we de benen veel breder. Handen steeds kruisen. Bij 1, we gaan zo draaien, opzij. Draaien, opzij. Even rusten, nog 5 seconden. Zet je voeten al breed. Tenen naar buiten, knieën naar buiten. Hand vastpakken en we draaien, ellebogen open, opzij. Nu ga je voorstellen dat je zoals Star Wars een zwaard tussen je handen hebt en dan strek je je armen naar buiten. Kijk naar mijn knieën. Deze volgende beweging mee. Op, meevolgen. Draai, meevolgen. Goed. Dat is een super oefening voor de schouders, voor de achterkant van de armen en ook voor de benen. Blijf laag. En nog eentje. Los. Goed. Krijg je het al warm? Goed zo iedereen. Volgende oefening op de grond. Ofwel op onze knieën, ofwel op onze tenen. Mag jullie bepalen. Het wordt een combo oefening. Kom er maar bij. Push-up. 3 push-ups. En dan op de grond liggen. 3 back extensions. 2 en 3. Hetzelfde. Op de knieën. 3, 2, 1. Op de grond. Naar boven. Trek de voeten naar boven en de borst. En dan opnieuw. Handen breder dan de schouders. Borst tussen de handen. Duw in de handen. En dan naar beneden. 3. Kin naar beneden houden. 2 en 1. Nog eentje. 3, 2, 1. En de laatste. 3, 2 en 1. Goed zo. Ons vijfde en laatste oefening van de eerste set. We gaan liggen op de grond. Het wordt een diamond crunch extension. Hier. Knieën naar buiten. Ons handen tussen de armen. Tussen de benen, sorry. Zo. En dan gaan we zo uitstrekken naar buiten. En dan terug naar binnen. En uitstrekken. Voor 30 seconden lang. Span de buikspieren. Strek de benen. Haal je schouders naar boven en dan trek de benen opnieuw. Hou je onderrug mooi plat en maak dat je echt vanuit de buikspieren opspant om die benen uit te strekken. Goed zo. Nog 2 seconden. Allee, nog eentje. 1 en rust. Goed zo, guys. Applausje. Dat was jullie eerste ronde. Dus deze 5 oefeningen gaan we nu herhalen. Maar met nog iets meer peps, met nog iets meer punch, nog meer energie. Zodat deze echt kan tellen vandaag. Heb je het al warm? Jullie mogen drinken. Een beetje zweet afvegen als jullie al zweten. Als jullie nog niet zweten, dan krijg je nog 1 ronde kans om te zweten samen. Oké. Ik zal jullie nog een minuutje laten rusten. Dan kunnen we een beetje babbelen. Zeg het eens, vertel het eens, hoe gaat het? Basic Fit Team, Decathlon Team. Ik hoop dat iedereen aanwezig is. Decathlon Sint-Truiden, we present. Good job, guys. Ik ben blij dat jullie er zijn. En ja, let's do this in 20 seconden. Gaan we terug beginnen vanaf ons regenboog, weet je die nog? Opzij, boven, af. Oké? Met of zonder sprong. Misschien hebben jullie buren onder en ze hebben niet graag dat jullie springen. Maar we gaan beginnen in 3, 2, 1, af. Ik ga nu springen, oké?
Maar doe gewoon hoe je het wilt. Zak door. Armen gestrikt. En zo, regenboog. Regenboog. Hoe meer jullie springen, hoe meer jullie calorieën verbruiken. Dus adem niet als deze logistiek mogelijk is. Goed zo. En nog 5 seconden volladen. En los. Goed zo. Voelen jullie je hartslag kloppen? Dat is een goed teken. Rust, rust, rust. En dan stap, twist, achter. Ja? Afwisselen rechts en links. 5 seconden en we gaan terug. In 3, 2, 1, go. Stap. Zak door. Ga met je knie echt tot aan de grond en dan terug. Met je knie naar de grond en dan afwisselen. 1. En 2. Goed. Armen uitstrekken. Neem veel afstand tussen je benen. Dan kan je echt gemakkelijk doorzakken. Oké? Op, op en op. Doorzakken en terug. Klaar. Krijg je het al warm? Het is weer full body, hè? Schouders, armen, benen. Daarom, het is kort, maar bondig. Oké, de bedoeling is dat jullie zo veel mogelijk spieren in één workout voelen. En dan is het gedaan. Dan kunnen we weer morgen weer afspreken, 12 uur, voor een andere workout. Gaan we terug met onze sumo squat. Draai en strek. Draai rond en strek. Maak beweging zo lang mogelijk. Opzij. En je mag meekijken. Ja? Op. Draai. Strek. En stel je echt die zwaard voor. Een zwaard achter je rug. En dan alles killen. Snijden. Nog eentje. En klaar. Goed. 3 push-ups en 3 back extensions. Op de grond. Doe maar. Hou je klaar. 15 seconden en dan kunnen we weer knallen. Jullie mogen de knieën steeds een beetje verder of een beetje dichterbij zetten. Dat bepalen jullie. Hoe verder, hoe moeilijker. Ja? Let's go. 1, 3, 2, 1. Lichaam loslaten. 1, 2, 3. Dus 3 en 3. 1, 2. Span je buikspieren. Laat los. 3, 2 en 1. We hebben tijd nog voor 1 keer. Zak door. Neem je heupen mee. Zak helemaal door. Span je billen. 2 en los. Dat een coole, hè? Rug plus schouders en borst. Alles traint. De diamond crunch. We gaan terug liggen. Zo. Knieën open zoals een vlinder. Trek je die omhoog. We houden ons al klaar met onze armen nog steeds uitgestrekt. En we gaan nu alles uittrekken. 1. Trek naar binnen. En uit. Adem in. En adem uit. Uw onderrug mag nooit van de grond komen. Dus hou deze mooi plat tegen de grond. En strek uit. Nog 10 seconden. Brandt het? Als het antwoord ja is, dan is het goed teken, guys. En nog eentje. Stop. Wauw. Applausje. Goed gedaan, iedereen. Dat was jullie 2 rondes. Als jullie daar zin in hebben, mogen jullie daar nog een extra ronde aan toevoegen. Deze workout wordt sowieso live uitgezonden en gepubliceerd op IGTV en op YouTube. Dus je kunt het nog altijd terugvinden. We gaan nu even stretchen om wat te cool down samen.
Dus neem je elleboog naar achter, zo. En strek het uit. One arm workout. Super. Met je hand naar achter. En dan wissel. Zo. Hand naar middenrug. En uitstrekken. Goed. Handen vasthouden. En schouders naar achter. Borst open trekken. En voel je schouders loskomen. Los, los, los. Twist. En neem één hiel vast naar je bin. Knie naar binnen. Evenwicht houden. Op papa. Op mama. Whatever. Andere kant. Ik voel mij super goed. Als jullie nog meer willen, binnen 10 minuutjes ga ik ook de Franse versie doen. Iedereen is altijd welkom, hè? Laten we samen werken, samen blijven. Of virtueel is dat mogelijk. We gaan ons kuiten wel losmaken, ons achterbeen. Dus trek je tenen omhoog, heupen naar achter. Neem je ofwel je bil vast, ofwel een beetje lager, je tenen. Adem, rust en andere kant. Strek het uit. Eentjes vasthouden. De grote teen. Oké, en nog eens mee wervel. Dat is mijn favoriet stuk. En nog eens een applausje. Bedankt iedereen. Dit was Elisa. Hopelijk heb je daarvan genoten. En ik zie jullie morgen weer op de Insta-pagina van Basic Fit. Da-da!